tweede herfststorm hebben we achter de rug afgelopen week. Al viel het voor de Achterhoek en Liemers wel met windstoten van 70 tot 80 km per uur. Maar het is optimaal herfst, dat merken we wel, want het regent soms flink door. Maar soms komt de zon er ook door en dat is ook een beetje wat er op het menu staat voor de vrijdagmiddag. Als de zon soms eventjes door de wolken schijnt, dan kun je hele mooie foto's maken. Het Evi Kolenbrander ook gedaan. Schitterende foto. En dat is misschien ook wel een beetje wat er ook de komende dagen nog wel steeds te gebeuren. Want ook al komt vanmiddag de zon er af en toe door tussen de buien, de temperatuur komt toch niet verder dan 14 tot hooguit 15 graden bij een matige noordwestenwind. Maar vanavond en komende nacht wordt het gelukkig aan wel wat droger. Ja, en dan zal de temperatuur dalen naar een graadje of 9. En morgen de zaterdag begint ook wel droog. Misschien nog eventjes tijd om boodschappen te gaan doen. Want later op de dag dan komt er een uitgestrekt regengebied naar ons toe. Dat zal in de eind van de ochtend, maar ook in de middagperiode gestalte geven. En dan kan er soms ook eventjes lekker doorregenen. Maar wat ook opvalt is de wind. Die trekt behoorlijk aan. Een matige tot vrij krachtige wind. Windkracht 4 tot 5 keer te staan. En de temperatuur, ja, die komt niet witter dan 13 tot 14 graden. Dus dat is echt wel minnetjes. Ja, richting de zondag, dan wordt het allemaal weer wat rustiger. De regen die trekt naar het oosten weg. En zondag dan hebben we wolkenvelden, zon en ja, temperaturen die dan ietsjes hoger uitkomen, 14, 15 graden. Is iets meer als op de zaterdag. Maar verder een enkel los beutje, maar op de meeste plaatsen bleef het droog. En helemaal droog werd het maandag. Maar ja, dan moeten we alweer aan de arbeid. Hey, goed gaan.